Oké, zijn we bij het vegetarische hoofdrecht aangekomen? Voor het hoofdrecht hebben we een supermooie cannelloni gemaakt. Die hebben we gevuld met bospaddenstoelen. We leveren hem aan in een metaalbakje. Aan de rechterkant hebben we wat spitskool. Die hebben wij al vast gegaard. Die hebben we mooi gestoofd in een pannetje. Dan hebben we twee vaak meerzakjes. De bruine, dat is de saus. Saus van bospaddenstoelen ook. En de wit is een crème van knolselderij. Daarbij hebben we een klein beetje Parmezaanse kaas met wat bieslook alvast gemengd. Een olie gemaakt van bieslook. En aan de zijkant wat gefrituurde prei. En krokantjes gemaakt van schorseneren. Wat gaan we doen? Ik heb het dekseltje ervan afgehaald. Anders verbrandt het dekseltje. Ik doe deze in de oven, 4 minuutjes. En dan in de tussentijd gaan we de rest afmaken. Hoppa. Naar de oven, 180 graden, 4 minuutjes dus. Ik zet een timertje. In de tussentijd, ik heb een pannetje opstaan met wat kokend water. Is nog van het vorige gerechtje. Het water breng je weer aan de kook. Eigenlijk een saus en de knolselderij, die kan erin. Als het water aan de kook is, dan zetten we het water weer uit. Het is puur dat het vacuümeerzakje dan niet kan smelten. En dat de inhoud gewoon warm wordt. Nou, ik hou van de rest, haal ik het dekseltjes eraf. Zorg dat je de laatste minuut je bord eventjes in de oven mee een tikje geeft. Dat eet lekkerder. Nou, we hebben nu nog een minuutje. Dus doe ik even het bord in de oven. Hoppa. We hebben zo'n schaar nodig. Ik leg een doek neer voor alles wat ik uit het water haal. Zo. Oh. Nou, nog even 30 seconden wachten. Zo, nou, daar zijn we bijna. Nog 2 seconden. Dus ik haal alvast het plateautje uit de oven. Hoppa. Zo. Vacuümeerzakjes haal ik uit het water. Ja, die zijn mooi warm. Dan begin ik. Doe ik aan twee kanten van het bord. Doe ik een dotje knolselderij. Dat is het makkelijkste, vind ik, met een lepel die cannelloni eruit te halen. Maar pas wel op, want hij is best fragiel. Dan daarnaast ligt die spitskool. Dan doen we mooi over die cannelloni de saus. Parmezaan overheen. Krokant mooi erop. En als laatste olie. Zo. Dit is het vegetarische hoofdgerecht. Vergeet niet, zet je oven op 180 graden straks voor het dessert en eet smakelijk.